Hey, hallo allemaal. Wij gaan vandaag mosselen klaarmaken en een papillotte. Uiteraard gaan we verse Zeeuwse mosselen, tijm, bladpeterselie, een uitje, verse teentjes look, citroensap, een flinke scheut witte martini, peper en zout. Hoe zie je nu hoe een mossel mooi vers is? We nemen een mossel die open is. Je heeft daar een flinke tik tegen en zie je, de mossel sluit van zijn zaal. We nemen een 400 gram verse, onder koud stromend water gespoelde mosselen. Enkele blaadjes verse tijm. Hoe meer kruiden je in een papillot doet bij de mosselen, hoe meer smaak we in die mosselen zullen krijgen. Verse bladpeterselie. Je nijpt dat stevig samen en je snijdt de stengeltjes erbij. Een mooie ui. Ui is ook een smaakversterker. Dat trekt die smaak van die mosselen naar boven. We snijden ons uitje fijn. Teentje look. Citroen mag ook niet ontbreken in het gerecht. We maken onze papillotte, aluminiumfolie. En we vullen die op. Een flinke scheut witte martini, of witte wijn, of visbouillon, of kippenbouillon, maakt niet uit. Zeker 2 deciliter vocht erbij. Tweemaal dichtvouwen. Ziezo. Zo gaan we die op de rooster plaatsen. Een tiental minuutjes. Voilà, de mosselen zijn mooi opengekomen. Alle aroma's zijn in de papillot gebleven. We gaan deze van de barbecue halen. Voilà. Wauw. Voilà, dit zijn nu de perfecte Zeeuwse mosselen. Smakelijk.